Het nieuw gekozen bestuur van de ICT-associatie Suriname wil de ICT-ontwikkelingen op hogere hoogten brengen. Voorzitter Virgil Pinas vertelt in gesprek met onze nieuwsdienst dat de organisatie wil zorgen dat er digitale transformatie plaatsvindt binnen de samenleving, vooral binnen verschillende sectoren. Pinas geeft aan dat belanghebbenden wel openstaan voor de ideeën van de associatie en ze daarop dan verder willen voortborduren. Vanuit de organisatie zijn er is een strategiedocument, maar ik denk dat de uitvoering per bestuur gaat verschillen. Dus als bestuur gaan wij nu ook wat focusgebieden identificeren. Er zijn een paar die ik al kan benoemen. Eentje van is de digitale transformatie die we willen realiseren in Suriname. Dat bedrijven nu ook gaan denken van hoe moet ik operaties dusdanig inrichten dat ik kan meefietsen in die digitale race. Dus dat is één. Je hebt ook, ik noemde daarnet ook een stukje wetgeving, dat moeten we met de overheid afstemmen hoe we dat geïmplementeerd kunnen krijgen. Zaken die bijvoorbeeld heel erg heet zijn op dit moment, cybersecurity. Uh-huh. Iedereen praat daarover en we moeten ons bewust zijn van de gevaren van cybersecurity. Dus daar moeten we ook voor die awareness gaan zorgen. Maar ook, last but not least, ik denk dat een van de grootste en belangrijkste zaken die we nu echt van de grond moeten gaan krijgen, is een goede online mobile payment oplossing, toch? Die eigenlijk de hele samenleving beslaat. Dus een hele inclusieve oplossing, omdat je iedereen mee wil krijgen. Ik gaf al aan, er zijn wel wat oplossingen op dit moment, maar je hebt een klein deel van de samenleving die daar gebruik van maken, ook vanwege het niveau. Dus we zeggen, nee, laten we kijken naar één goede oplossing die voor ieder werkt. Zo zijn er specifieke focusgebieden waar we ons aan willen committeren in de komende 2 jaar. De organisatie gaat zich ook sterk maken om wetgeving op het gebied van ICT in place te hebben en die via de Nationale Assemblée door te drukken. Pinas weet dat Suriname nog niet is waar ze moet zijn op het gebied van digitale volwassenheid bij het accepteren van applicaties. Maar we denken alvast aan een stukje awareness, want vandaar die vrees, die angst, omdat mensen precies niet weten hoe dat ding werkt, waarmee je rekening moet houden. Dus dat soort zaken moeten eerst goed overgebracht worden, zodat je eindelijk die mindshift gaat creëren. Mm-hmm. En dat gaat niet zomaar natuurlijk. Je gaat ook moeten kijken naar hoe moeilijk is je applicatie. Mm-hmm. Toch? Die huidige applicaties, ik ken er een paar, die hebben wat beperkingen, toch? Waarbij niet iedereen in staat is om gebruik van te maken. En ik wil het eens noemen dat je ook een heleboel mensen hebt die niet eens een bankrekening nog hebben. Er is nog een groep die dat nog niet heeft. Dus ook daar op dat gebied moeten we verandering gaan realiseren. En het is een kwestie van learning by doing, toch? En het doel hierachter ook is, of zeg maar het motto hierachter is, leave no one behind. Dus in elke oplossing die je realiseert, bedenk dat even, leave no one behind. Zodat je het simpel kan maken en iedereen erop kan mee fietsen. De ICT-associatie heeft het initiatief genomen om een ICT Vision 2030 document voor Suriname op te stellen en hoopt dat ze het kan halen voor die datum. Het nieuwe bestuur is voor 2 jaren aangesteld.